Welkom bij. Games 93. Hallo kijkers van Games 93 en welkom weer terug bij een nieuwe special. En niet zomaar een special, maar de kerstavond special. Yeah! Jongens, de kerstman en twee kleine kinderen staan achter ons. Of beter gezegd, Spankity en Gabriel. Ja. Jongens, welkom weer terug bij deze special. Het is kerstavond, oh freaking damn. De drie mooiste dagen van het jaar zijn begonnen. En dat zijn ook de dagen waarin ik natuurlijk, zoals elk jaar, weer drie verschillende kerstspecials heb. Jongens, vandaag is het kerstavond, dus doen we een kerstavond special. En ik zie hier de kerstman met lekkere koekjes. Jam, 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 jam. Mooi cadeautje. Weet niet voor wie, hopelijk voor mij. Ik zie hier twee kindjes. En ik zie hier een kamer met Dream Team, Red Team en heel wat nieuwe dingen. Jongens, we spelen vandaag een map. We spelen de map vandaag helemaal uit. Ik weet niet wat voor map het is. Ik weet alleen de naam. De naam is A Crash Before Christmas. Volgens mij. How to play and mandatory settings. Oké, okay, sure. Follow the story. Oké, okay, dat is niet heel moeilijk. Settings. Sounds. Settings. Sounds. All on expect music. Of accept. Oké, okay, sure. Hadden we al. En jongens, trouwens, ik hoor het nu niet. Maar in de video hebben jullie mooie kerstmuziek, achtergrondmuziek eronder. Gewoon simpelweg. Ja, omdat het kan. Nee, Minecraft is anders echt veel te stil. En zo hebben jullie een beetje leuke kerststijlmuziek. Maar goed. This includes voice blocks. All on except music. This includes voice, blocks, weather, creature, noteblock, environment en master. Gozer, dat had je allemaal niet moeten schrijven in plaats van... Deze, tot hier was genoeg. Dit had allemaal niet goed, maar goed. Particles, all on. Oké, okay, video settings, particles, hallo. Particles, waar ben je? Particles. Waar staan particles? Particle. Ja, al om. Oké, okay, mooi. En render distance 12. Volgens mij staat dat altijd. Jup, bij mij staan altijd op 12. Omdat ik dat het handigste vind. Maar goed, start map. Oké, okay, en wat is dit bordje? Klik voor rules. Oké, okay, sure. 2. No break blocks. No breaking blocks. Unless told so. 3. No cheating. Unless told so. 4. Have fun. Regel 1 is er niet. Regel 1 mogen we zelf verzinnen. Oké. Okay. No breaking blocks. No cheating. Kan ik niet beloven. En laten we gewoon beginnen. Want ik zou echt niet weten hoe we dit moeten doen. Wat is dit? Green team of red team? Rood vind ik veel mooier. Dus red team. Wat gebeurt er als ik bij green team ga staan? Het gebeurt echt letterlijk niks. Oké. Okay, in ieder geval start map. Santa's sleigh has crashed. You need to help deliver the presents to the children. They cannot wake up with nothing under their tree. Each town you assist will give a present to a child. Santa is counting on you. Oké, ik moet wel zeggen, het is een beetje een laggy filmpje. Maar het werkt. Ik vind het echt vet hoe ze dit gedaan hebben. Zie al die vuurstokken. Zie al die zuurstokken. Jam, 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 jam. Voor de mensen die het niet weten, ik ben echt dol op zuurstok. Maar goed, laten we niet alles opeten. Laten we gewoon eventjes genieten van het mooie muziekje, van dit filmpje. En laten we Santa helpen door cadeautjes te bezorgen. The night before Christmas. Wacht even, is het nou... Gabriel, what was that? Oh no, what will Santa do now? Allereerst weg uit dit bed, want ik space hem alle kanten op. Help! Ik zit vast in mijn eigen bed. Kom je ook niet elke dag tegen?
Hoppakee. Wat is dit? Oh, lekkere cookies. Waar hadden we het over? Gabriel. Ik neem aan dat wij dat zijn, jongens. What was that? Oh no, what will Santa do now? Ik denk niet veel. Maar goed. Oké, wat zit hierin? Oh, we hebben een cuke. Maar dat is werk niet. We hebben paper. We hebben een toy train. Pencil. Toy car. Remote. En een boek. Oh, Ultra Boy 93 has made into fire. Oké, okay. Sure. We hebben dus een boek, een remote, een toy car. Kunnen we dat wagentje besturen. Een potlood, een treintje. Papiertje, kunnen we iets op een papiertje schrijven. En cuke, waar dat ook mag wezen. Goed, in ieder geval, wat is hier? Laten we de deur open laten. Wat is dit? Billy's room is dicht. Oké, Casper room is dicht. Sparkles room is dicht. Is die nu wel open? Nee, nu kunnen we die kant niet op. Maar goed. Dan gaan we de kerstman even helpen. Kerstman! Kerstman! Ligt u lekker? Gabriel! Santa, are you okay? Gabriel, I'm hurt. Please help me. I can't let Christmas end this way. Go inside and rest. I'll deliver the rest of the presents. Have this for good luck. Find the button to send help. Oké, Knop, waar ben je? Knoppie! Maar Kerstman, kruip maar naar binnen. Meer kan ik u op dit moment niet helpen, want we moeten een knop vinden. Knop! Knoppie! Even kijken, misschien is de knop hier beneden. Dat is wel een heel rare, maar goed. Het is wel heel raar als de knop hier beneden zat. Maar goed, je weet het niet met de Kerstman. De kerstman heeft wel radere dingen meegemaakt. Of, meegemaakt is niet het goede woord. Bekokstoofd is ook helemaal niet het goede woord. Maakt niet uit. Er kunnen wel vreemdere dingen gebeuren. Wat is dit? Een bel. Find the button. Ja, waar zullen we die button moeten vinden? Hier binnen? Button! Oké, het button is hier niet. Find the button. Nou, ik neem aan dat de button op die slee moet zitten. Santa, heeft u misschien de button, Nee? Het ziet er niet naar uit. Goed, nu mogen we gaan zoeken in een slee dat in de brand staat naar een knop. Goed, hoe zien we een knop? Of beter gezegd, hoe ziet die knop eruit? 3 maanden later. Jongens, ben ik weer. Ik heb de knop nog steeds niet gevonden. Ik zit nu te denken van, misschien moeten we gewoon deze vuurtjes wat meer controleren. Want we hebben niet voor niets de bel gekregen. Dus dat ben ik nu eigenlijk aan het doen. Ik weet niet of dit het resultaat uiteindigt eigenlijk. Want ik bedoel, we hebben bijna alle vuurtjes gehad. En het is niet echt dat... Come on, come with us, Gabriel. Yes! Jongens, we hebben hem! Yay! Oké, dat scheelde... Gabriel, where are we? Santa's workshop. Here we will give you the children's Christmas list. But, we kind of lost them. Oh. Oké, gather each of the children's Christmas lists. Oké, jongens, ik moet eerlijk toegeven, die knop was best goed verstopt. Maar jongens, we hebben de knop gevonden... Ik ben weer terug. We zijn bij de werkplaats van de kerstman. En we moeten dus lijstjes van kinderen vinden. Oké. Maar die knop was eigenlijk dus gewoon een knop. Serieus, het was gewoon een knop. Even kijken. Maar hoe zien die verlanglijstjes eruit dan? Is het gewoon boekjes die op de grond liggen? Want die kon ik net ook niet oppakken. Tenminste, heb ik wel geprobeerd om te shiften. Volgens mij heb ik het helemaal niet geprobeerd om te shiften. Nou ja, maakt niet uit. Doen we dat de volgende keer wel. Oké, hier ligt niks. Misschien zou... Ik hoop van niet, maar het zou misschien wel kunnen dat ze het hierin hebben gezet. Hé, dit is eentje. Kunnen we dit shiften? Ja, daar ligt er één. Dat weet ik
Heel erg goed. Maar we kunnen hem niet echt oppakken. Nou goed. Oh, ze hebben hier allemaal windowns erop staan. Dat is leuk. Leuk detail. Goed, wat hebben we hier allemaal? Christmas list. Throw in paper. Ja, ik wil dat papier er best in gooien. Moet het wel krijgen. Ik bedoel, op dit moment kan ik het niet echt oppakken. Zit hier nog wat in? Nee, ik neem aan dat het gewoon papier op de grond is. Maar goed, dat zijn de... Aha! Aha! Ik weet niet hoe het komt, maar ik... Op dit moment... Waarom... Aha! Blijkbaar moet ik gewoon een paar keer spammen en dan krijg ik wat. Goed, Christmas list. Deze. Is te weinig, we moeten nog twee hebben. Dit is er één. Kom op. Je kan het. Hebben ze. Ik weet niet hoe het precies werkt, maar goed. Good job, Gabriel. Oh, dat was het. Oké. Okay. Sure. En dat is weer too close, gozer. En Jonah's gift is misschien wel leuk om te weten. Kijk, ze hebben hier wel leuke sneeuwpoppen. Dat is wel leuk. Dit is wel even leuk. Even een lolletje uithalen. Oh, ik dacht dat ik doorheen kon lopen. Maar het valt mee. Maar goed, het is wel een leuke sneeuwpop. Nou, je kan veel zeggen, maar... Je bent wel mijn bro. Sneeuwpop. You're cold. Cool. Oké, maar even genoeg met de woordgrappen. Goed, Jonas, waar woon je? Jonas! Hello, do you know where Jonas' house is? Santa's sleigh crashed and I am delivering presents for him. But I heard about the crash. The girl next door told me about it. Maybe you can talk to her. She should also know where Jonah lives, since she is from around here. I'm just a store owner. Okay, talk to Lily across the street. Thank you. En waarom beven we zoveel? Vis. Dat is leuk. Wat is dit? Vis. Nog steeds vis. Okay, het is een hele knappe machine. Hij kan vis zeggen. Hey, cookies. Dat is iets leuk. Dat is leuk. Hier nog wat? Nee, hier ligt niks meer. Ik weet niet hoe het werkt, maar we hebben een cookie. Oh, wacht even. Zo'n cookie zou ook wel vet zijn. Hey, dat is vet. Kunnen we hem plaatsen? Nee, we kunnen hem niet plaatsen, maar goed. Laat maar liggen. Goed, across the street. Dat is hier. Moet u even aanbellen. Hello, I was told you knew about the crash. Come in, have a seat. Oh, sure, ja, is goed. Ik doe de deur wel achter me dicht. Ik kom gezellig bij u zitten. Nou, mevrouw, zegt u het maar. Okay, so, Santa's sleigh crashing was no accident. It was caused by an injured child and bounces off. Baltazar. And he's been plotting his revenge ever since. Little did he know, he sent his letter to the South Pole instead of the North. Dat is niet handig. Ah, that poor guy. Maybe I can fix this, but first can you tell me where Jonas's house is? Thank you so much. Have a good night. Kunt u niet wachten de volgende keer dat ik uitgepraat ben, mevrouw? Nee, ik ben blij dat u ons wil helpen, maar please, laat me dan ook even uitpraten. Of u kunt gedachten lezen. Jonas's house is the oak one at the end of the street. Dat is deze. Deze ziet er het gezelligst uit. Iemand thuis? Allemaal speelgoed? Is iemand thuis? Behalve een onopgemaakte kerstboom. Is er iemand thuis? Hey. Zo'n boekje. Nee. Wat staat erin? Santa, it's Christmas. I can't wait to see what I got. Aha. Nou, dit is in ieder geval wel zijn huis.
Maar ik weet dus niet waar hij is. Maar goed, als we het cadeautje gewoon hier kunnen plaatsen. Good job, Gabriel. Just a few more towns to save Christmas. Yay! We zijn goed bezig, jongens. Zender. Bethlehem. So, be careful. Infested with what? Oké. Okay. Give Zender his presents and get out. Dat klinkt vriendelijk. Kunnen we hier uit? Of moeten we gewoon aan de andere kant eruit? We kunnen gewoon letterlijk er niet uit. Please, mogen we eruit? Waar is de uitgang? Of moeten we hier erop springen? Ik vind het heel leuk, maar er zitten allemaal barriers. Kom op! Kom op, mogen we eraf? We moeten daar naartoe. Please! Oké, jongens, ik wil eigenlijk niet cheaten, want deze hele map zit al goed in elkaar. Maar dit ziet er niet uit alsof we heel simpel eruit kunnen. Dus ik ga wel heel even cheaten. Ik ga namelijk kijken. You don't have permission. Oh, ik zal je laten zien dat ik permission heb. Hier, ik heb makkelijk permission. Zo. En nu kunnen we hem weer op 2 zetten. Goed, en nu snel wegwezen. Kangaroes. Oh, ik dacht dat het iets heel ergs was, maar kangaroes is niet zo heel erg. Oké, give Zender his gift and get out. Oké. Als alleen maar kangaroes zijn. Hier. Oké, volgens mij hebben we iets verkeerds gedaan. We kunnen allereerst even praten met hem. Waarom mogen we Zender zijn ding niet geven? Boek en Quill, wat is dit? Ja, hier woont Zender. Ik kan niet snappen. Ik snap het niet. Waarom mogen we Zender zijn ding niet geven? Goed, gaan we weer terug naar Game Mode 2. Misschien dat we hier wat kunnen doen. Wat is het probleem hier? Nou, ik vind het een leuke map, jongens. Maar het heeft wel een beetje veel probleempjes. Ik ga kijken of ik een manier weet om hier uit te komen, jongens. Ik ben zo terug. Once you get the gifts to Zander, come back right here. Got it. Jongens, ik heb het. Ik opende toevallig even deze kist. Omdat ik dacht, nou, misschien moeten we iets dan met de cadeautjes doen. Of misschien hebben we nog een pakje voor hem. Maar we hebben het. Ik moest gewoon dit kistje openen. En nu? Is het gelukt? Yay! This is Christmas Valley. It is much like New York City. A girl named Brianna has a boyfriend that is very distant since his family recently moved away. Christmas is a holiday that will cheer her up. Go pay her a visit and give her the present she always wanted. Komt van elkaar. Jongens, ik ben er dus weer. We hebben het met toeval gevonden. Alright, I'll be there. I can't seem to find her gift. Maar goed, we hebben het met toeval gevonden. Ik ben er. Nu ben ik even de kluts kwijt. Wat wil ik nou zeggen? Jongens, laten we gewoon even zo zeggen. We hebben het gevonden. We moesten gewoon hier even wat pakken. Maar goed, we hebben het gevonden per toeval dat ik deze kist opende. Wat was dit? Ho ho, imitator. Klinkt vet. Start engine, backup engine. Start engine? Nop. Telefoon? Ja, wat is er? Gabriel, we just received a package from Justin, Brianna's boyfriend. It got lost in transport. Come back to the workshop to pick it up. I'm on it. Go to Santa's workshop. Moeten we weer terug? Oké, start engine.
Why won't the sleigh start? Nou, het heeft zo te horen een motorprobleem. Pretty sure that means there's not much Christmas spirit. Why? What happened to everyone? Weet ik niet. We heard about the crash. Don't worry, we have no time for problems. Start up the backup engines. Okay, sure. The engine still won't start. Waarom klinkt de Santa Slee als een of andere Volkswagen die niet wil starten? We need a wrench. Wat? You thinking what I'm thinking? Yeah, we have to rob the hardware store. Aha. Not what I was thinking, nee, echt niet, maar goed. But okay, making me do the hard work. Nou, ik zat eigenlijk eerst te denken van... Kunnen we niet lopen? Maar goed. Hallo jongens, is er iemand hier? Nee, rob the hardware store. Goed, waar de heck is de hardware store? Wat ziet er uit als een hardware... Hey, dit ziet er wel uit als een hardware store. Even kijken, hardware store, ja. Hallo, we zoeken wat. Hallo. Goedendag. Hey, bent u wakker? Nee? Oké. Okay. Hey, meneer, ik steel even alles leeg. Is dat goed? Wij stelen even alles leeg. Is dat goed? Oké. Okay. Rob de ding. De hardware store. A wrench. Iron shovel, iron pickaxe, a wrench. Geen wrench? Ja, dit ding. Misschien is dit een wrench. Ja, een wrench. Kom op. Game, ik weet dat ik niet weet hoe dit werkt, maar we hebben hem. Okay, escape the police, quickly. Hey you, get back here with that. Houd dit in, nee, houd de politie weg. Hey politie, als jullie nou eens naar rechts gaan kijken. Okay, ik had nooit verwacht dat wij voor de kerstman de politie moesten ontsnappen, maar goed. Help, de politie vermoordt ons ook nog. Okay, we moeten weg hier. Here, elf, I got a wrench. We got to get out of here, quick. Waarom verwacht ik nu een explosie? Hij doet het. We did it, let's go. Yay! I do it. We did it. We did it. Yes. We did it. Hey Elf, what is your name? Ja, wat is je naam? Aurora. Okay. Okay, Aurora. Nice name, Aurora. Ja, Aurora. Ik vind het helemaal goed. Goed, we zijn er. Wat is er aan de hand, jongens? Is dit een pakketje? Brahanna's present. Get it to her immediately. Alright, gaan we doen. Oké, Aurora, start de motoren. Give Brahanna her gift. Nou, zijn we er weer. Is helemaal goed. Waar woont Brahanna dan? Hallo, een Brahanna hier. Brahanna. Misschien hier, bij de lift. Dat het ook echt nog werkt. Ik dacht, nou, voor een grap drukken we even op de lift. Maar het werkt ook nog echt. Oké. Okay. Goed. Ik weet niet wie deze grote suite heeft, maar ik hoop Brahanna. En is dit iets? Nee, dat is gewoon een kistje. Heeft zij ook een verlanglijstje hier liggen? Dan weten we ook een beetje wat een cadeautje is. Ik zie niet echt een verlanglijstje. Oké, okay, nou, dan krijgen ze gewoon dit hele mooie pakketje. Ik weet niet wat het is, maar goed, alsjeblieft. Job, Gabriel. Nou, ja, het stelde niet veel voor. Oké. Okay. Nou, wel knap dat de weg dan nog normaal is. This is Gloria's list. Let's deliver her present. Ja. Dat ziet er wel uit als een heel gezellig boel daar. Dit huisje. Laten we hier vragen waar Gloria woont.
Spanky's Restaurant. Hallo? Weet u misschien waar Gloria woont? Nope. She don't care much. Hier dan. Is dit gift shop? Hallo meneer. Free cookie. When you buy. Aha. Dat is dus niet gratis. Oké, Gloria. Waar woont Gloria? Office hours. Laten we eerst hier kijken. Kijken, Casper is hier. Jen, Pat. Even kijken. Hier Gloria. Gloria. In de Gloria. Heel prachtig. Gloria. Gloria, waar ben je? Misschien hier bij de Lama. Is dit Gloria? Books and stuff. Hallo mevrouw, weet u misschien waar Gloria woont? Het zal wel niet zo zijn, hè? Nee. Oké. Okay. Woont hier misschien Gloria? Police department. Hallo meneer. Weet u misschien waar Gloria woont? Nee? Oké. Okay. Zou leuk geweest zijn als u dat wist. Maar dan zoeken wij wel verder. Ik zie hier nog een huis. Dit lijkt me ook niet Gloria. Waar woont Gloria? Even kijken. Oh, misschien hier. Dat we het onder een boom moeten neerleggen. Ik zie van alles, maar ik zie niks van Gloria. Nou, dan moet... Is dit Gloria? Nee, dat waren we net ook al. Is dit Gloria? Nee? Nou, dan hebben we hier nog wat huisjes. De Gloria, aha. Mooi. En... Bam. Where's Gloria? She's not in bed. Ik vind het knap dat zonder boven te kijken we dat weten. Wat? What the fuck hoor ik? Liggen ze hier ergens in? Ja, wat is er aan de hand? Iemand op dak? Is er iemand op dak? Ik hoor wat. Waar? Laten we even aan de politie melden. Nee. Wat hoor ik nou toch? Help. Help voor wat? Oh. Hier, misschien is dit... Nee, dat is ook niet Gloria. Waar? Hallo? Iemand thuis? Waar komt het geluid vandaan? Die kant op. Oh. Hallo, wie met u? Bah. Moest dat nou? Heeft u ons geroepen? En dan regent het. Oh god, wat is dit? Waar de heck zijn wij? What the heck is this place? Ja, dat zijn ze ook. Where am I? Aurora? Hello? Oké, ik weet niet wat dit voor plaats is. Wat is hier? Spanky MC. Mika Senpai. Gabriel. Iemand houdt ons in de gaten. Wat is dit? Cities to get revenge on. Graveland, Bethlehem, Christmas Cove, Christmas Valley. Snowed in. Cities to get revenge on? Aha. Oké. Diamond Swords. Klinkt heel erg interessant. Cookies. Zoveel als we kunnen krijgen, gewoon alles meenemen. Je weet nooit waar het goed voor is. Zo, wat Diamond Swords hier. Cookies. Cookies, je weet nooit waar het goed voor is. Kleine opmerking. Dit is geen handige gevangenis als de deur open gaat als je naartoe loopt. Maar goed. Hallo? Anybody there? Lisa. I'm coming. Ja, dat vind ik heel mooi. Welke kant? Betwijfel altijd links. Wat is dit? Order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dat weet ik nu dus niks vanaf. Maar iemand volgt het wel. We kunnen daar naartoe. Kunnen we niet in. Aha, dan moeten we dus rechts.
Oké, wat hebben we hier? Janitor's Closet. Oké, wat is dit allemaal? Ligt er wat interessants in? Nou ja, interessant is een ander woord. GG. Oké, mooi. GG, ja, typ dat ding. Oké, dan gaat dit dicht. Ik zie daar een naam. Dus misschien is dat waar we moeten naartoe gaan. Hey! Gloria! Hoe gaat het met jou, Gloria? Fekker, Jill Cell Control, waarom zou je dat daar plaatsen? Hey, Gloria! Thank What? You. I got tricked by Llama. It's ja, wij ook. Someone locked me in here. He was older. And more evil looking. Oké. Balthazar, ja, dat zou waarschijnlijk geweest zijn. It must have been him. Let's get out of here. Waarom heb ik het gevoel dat ik Gloria niet helemaal vertrouw? Gloria, tenzij jij de code weet. How do we get out? Ja, dat zeg ik dus. Through the doors. Goh. Find the code to leave the lair. nou, dit zou misschien dan een goede plek zijn. Wat is dit? Carlos. Oh god. Niet jij weer. Ga weg. Carlos. Ga weg. Ik hoef geen spuugende lama's. Het gevecht met de lama is dit gewoon. Echt. Ik moet ook zeggen dat dit een van de meest indrukwekkende gevechten is die ik ooit heb gevoerd. In mijn hele leven. Carlos, ga eraan. Hoppakee, wat is dit? E. G. E. Kunnen we dit gooien? Nee, hier kunnen we niks gooien. G. E. Oké, we hebben dus de G. We hebben nu de E. Dan missen we inderdaad nog wel wat. De G. Ik neem aan dat we dan gewoon simpelweg... zo'n telefoonscherm moeten nadoen? Ik weet niet. GE. Wat is dit? Hier is nog zo'n ding. Bob, pak dat ding nou even op. Gewoon even omdat het kan. Waarom werkt het ding altijd niet... B. GEB. GEB. AB. Laat het gewoon zo doen. A, B, C, D. Goed. Beg. Geb. Ebbege. A, B, C. D. E. F. G. Het werkt. Oké. Zijn we er? Come on, get some sleep. Waar is Gloria? Gloria, wat ben je? In Balthazar's lair, I got spit by a llama, and then I found Gloria locked up. Why is Balthazar doing this to innocent people? As long as you two are safe, come, let's move on. Okay, sure. Hoeveel huisjes hebben we nog te gaan? 5 minutes later. I've lost my bell. Santa gave me for good luck. Aurora. 27 minutes later. Oh god. Kinderen en vrouwen eerst. Aurora, kom uit die slee of je wordt levend verbrand. You think you could say Christmas? Huh, Gabriel? Well, no. I hijacked your slee to crash right here. Just like I planned. Now we'll let you watch Christmas end. Nee, Balthazar, echt niet. Nee, de kerstboom! Nee, de kerstboom! De kerstboom! Shit. Ik krijg je nog wel, Balthazar.
Balthazar, ik krijg je nog wel. Fuck. Krijgen we hem nog wel? Christmas morning. En we zitten weer vast in bed. Wakey wakey kids, it's Christmas, time to open presents. Hè? Huh? Coming mommy. Yep, coming. Waar zijn de cadeautjes? Even kijken, Billy, Gabriel, Casper, Sparkle. Hé, dit is opeens een extra kamer. Gabriel, look at this strange gift. Take it and read what it says. Sure, mag ik hem? Found it on the seat of my sleigh. Better stop losing this. Mr. C. Oké, dat is wel heel raar. Upmap, bye. Spanky MC. Was het dan... Wacht even. Thanks to Mika Senpai Builder. Was het dan echt gebeurd of was het nou een droom? The world will never know. GFGizzy69, voice actor Aurora. Jongens, ik vond het een vette map. Ondertussen zie je allemaal de credits. Jongens, echt, credits naar hun, dat hun de map hebben gemaakt. Of de map mogelijk hebben gemaakt. Want zonder dat de map was gemaakt, heb ik hem natuurlijk niet kunnen spelen. De map had enige probleempjes. Maar dat probleempjes lagen meer bij dat ik totaal niet wist wat we nou precies moesten doen. Maar goed, we hebben het kunnen oplossen. Ja. Ik snap het einde niet helemaal. Maar was het nou een droom of was het nou echt gebeurd? Heeft Balthazar nou gewonnen of heeft Balthazar nou niet gewonnen? Ik snap er niks meer van. Eén ding wat ik wel snap is dat dit echt een vette map was. Night Before Christmas. Spanky MC. Het was inderdaad een vette map. Even kijken. Thank you for the Redstone. Thank you the Redstone Scientist for the cutscene pro. Also thank you Gavin McLeod for the amazing music. And thank you all for playing the Night Before Christmas. Kijk, Discord fan server. Jongens, hier hebben jullie de link voor de Discord fan server. Thank you for playing. Spanky's MC YouTube. Heb je... Ah ja, mooi, hij doet het weer. Yay! Spanky MC Socials. En je hebt hier Spanky's MC Twitter. Thank you for playing. Ik vond het een leuke map. En met deze mooie muziek, jongens. En het open einde. Sluit ik deze kerstavond special af. Ik vond dit een van de betere maps die ik ooit heb gespeeld. En dan bedoel ik een van de betere maps die echt verrassend in elkaar zat. En heel erg grondig in elkaar zat. Ik had niet eens verwacht dat dingen konden wat er in deze map gebeurde. Ik vond het een vette map. Het liep niet altijd even soepel. Kan gebeuren. ja. Jongens, als jullie deze map willen spelen, hij staat in de beschrijving. Daar kan je hem downloaden en kan je hem zelf spelen. Jongens, dit was de kerstavond special. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Valt er voor mij nog maar één ding zeggen, dus kijk zo even duimpje omhoog. Help je mij mee, help je kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Jongens, ik wens jullie verder nog een prettige kerstavond. Ja, en dan valt er voor mij nog maar één ding zeggen en dat is... Doei! Wil je up-to-date zijn met alle video's, livestreams en andere bezigheden? Volg ons dan ook even op Twitter. Linkjes staan in de beschrijving.